krokodil. Ik denk dat het grond recht. Wat is dit hoor? Dat weet ik ook, maar nou niet. Kom maar, deze kamer maar. Shit, dat is niet te doen. Ik hoor alles hoor. Ja. Nieuwjaarsduik. Je hebt nieuwjaarsduik gedaan. Oh. Nou, Jack heeft een gewei op zijn koppie. Dus even kijken of we die kunnen spotten. Deze twee zijn denk ik wel fluitjes. Ja, hij staat in het midden. Daar. Hier. Maar hiervoor staan er ook nog een paar. Zitten ons aan te kijken. En het mooie van die hert is... Kijk naar hun billen. Ze hebben een beetje witte billen, zie je dat? Ja. Maar bij herten noem je dat een spiegel. En die spiegel, terwijl die witte billen, die zorgen ervoor...
dat ze elkaar goed kunnen terugvinden in het donker. Want herten zijn planteneters. He, daar wordt op gejaagd. Dat zijn zelf geen jaagdieren, roofdieren. Dus die moeten altijd op hun hoede zijn. En als ze dan op de vlucht moeten voor een roofdier, dan doen ze dat het liefst met de hele groep bij elkaar. Want samen sta je sterker. Dus die witte billen, die zorgen ervoor dat ze elkaar beter kunnen zien in het bos, in het donker. En dus ook beter met de hele groep bij elkaar kunnen blijven. Even kijken of ik mijn zoeklicht toch zeker niet eens. Dit is geen hert, maar een antilopensoort. En eentje die loopt er nu net ietsjes verder het bos in, maar dat is mooi, want die andere konden we niet zien in de schaduw van de bus. Maar als je goed naar deze billen kijkt, zie je dat die eigenlijk een beetje hetzelfde hebben als die herten. Die hebben ook van die mooie witte billen. En deze hebben zelfs nog een extra trucje. Als zij schrikken en ze rennen weg, dan doen ze hun staartje, klappen ze omhoog. En de onderkant van hun staart is ook wit, waardoor hun witte billen nog eigenlijk twee keer zo groot worden. Blijkt het wel. Twee keer zoveel wit. Ze kunnen ze elkaar extra goed volgen. En ik vind deze zelf altijd heel leuk, want ze hebben een beetje van die zebravoetjes. Zoals ze sokken aan hebben. Zie je? Het lijkt wel alsof we daar in de verte een paar staan. Zie je dit ook? Kan iemand ook zien wat dat dan is? Wat zeg je? Huh? Een dromedaris? Dan moeten we even kijken naar wat hij op zijn rug heeft, hè? Hoeveel bulten zitten daar? Hij heeft twee bulten op zijn rug. Dus het is inderdaad een kameel. Want een dromedaris heeft er eentje, hè? Is jullie koop? Ik kan me voorstellen dat jij liever in die woestijn zou zijn geweest. Lekker warm. Wat denk jij van die kamelen? Jullie komt uit die woestijn. Maar in die woestijn kan dit s'nachts heel koud wezen. Maar kan die kamelen daar wat tegen? Wat denk je nu? Kan een kameel daar wat tegen? Zou een kameel tegen de kou kunnen hier? Ja? En waarom dan? Een hele dikke vacht. Ja, hartstikke goed. Die krijgen een hele dikke warme vacht. De buik. Dat is een Indische antilope. En er staat nog iets bij. Wat is dat van dier? Ja. Paarden. Ja. Dat heb je helemaal goed. En wat voor paarden? Prezowalski-paard. Zijn er nog voldoende Prezowalski-paarden hier? Kunnen jullie ze voor mij tellen? Oh jee, de paarden tellen. Jongens, tel eens mee. Hoeveel paarden zien jullie? Zie je dat af en toe als we met het licht op de dieren schijnen, dan zie je dat hun oogjes een beetje licht geven. Hier zit een andere kameel. Kijk, dat is onze man. Dat is Alexander heet hij. Die zit daar helemaal op het randje van het bos. En die lichtgevende oogjes van die dieren, dat komt omdat ze een soort van reflectorachtige cellen in hun ogen hebben, zodat het licht weer kaatst
Daarmee kunnen ze in het donker extra goed zien. Maar als wij erop schijnen met ons licht, dan kaast dat licht ook een beetje terug. Net als de reflector op je fiets. Dus dan kun je echt je lichtgevende oogjes zien in het bos. Het ziet er best wel spannend uit af en toe. Daar is jij. Is jullie veilig? Even kijken. Even kijken. Ja, die kas is veilig. Okay. Jullie kan deur rijden. Maar hou je ogen goed open. Oké, jongens, jullie hebben het gehoord. Owen heeft gehoord dat er stropers in het park zijn. Weet jullie wat stropers zijn? Stropers zijn eigenlijk een soort van jagers. Dat zijn mensen die jagen op de dieren. En als ze er eentje gevonden hebben, dan brengen die het meestal niet levend vanaf. Want die mensen willen graag de huid hebben van dieren, of de horens. En die nemen ze bijvoorbeeld allemaal mee. De stropers zijn degene die dieren aan het dood maken. Dus daar moeten we heel erg goed voor uitkijken dat we die gaan vinden. En hier hebben we nog een paar herten. En ik zet mijn lamp een beetje hier, dan zien we er net in ieder geval eentje. En de rest staat net een beetje in de schaduw van de bus. Maar dit zijn Pater Davidsherten. En Pater Davidsherten zijn een van de grootste herten die er zijn. En er is iets heel bijzonders gebeurd met een van die Pater Davidsherten afgelopen week. Want ik zei helemaal in het begin, zei ik nog van, hè, zo'n hertjesoort komt vaak in een harem voor. En dat betekent dat er een heleboel vrouwtjes zijn, maar één mannetje. En dat mannetje heeft een heel groot gewei op zijn kop. Er staat hier ook één mannetje bij. Maar die mist iets. Het mannetje van die hert hier mist zijn gewei. En het mannetje is degene die precies met zijn billen in het licht staat. Dus niet die we helemaal in het licht zien, maar alleen met zijn billen. En af en toe doet hij zijn kop omhoog. En dan zie je dat hij geen gewei op zijn kopje heeft. Dat gewei is er vorige week van afgevallen. Gewoon binnen één dag, allebei de kanten. En dat klinkt best wel gek, maar dat is iets wat eigenlijk heel veel gebeurt bij herten. Want herten verliezen hun gewei elk jaar. En het groeit elk jaar weer helemaal opnieuw terug. En dat is op zich al best wel bijzonder. Maar bij dit hert is dat dus precies deze week gebeurd. Ik zal even kijken of ik ietsjes naar links voor kan ruimen, een bus. Misschien dat we dan even kijken of je het kan zien. Kan iemand even helpen? Schotse Hooglander. Yes. Schotse Hooglander. Mooie lange haren. Is daar een haarkapper aan boord van die bus? Open. Dat is een paar Schotse Hooglanders, wat een poos nog niet bij die haarkapper is geweest, niet. Nee, is helemaal voor hun ogen gegroeid. Maar ik weet niet of dit verstandig is om hun enorm te knippen, niet? Nee, dat ik ook niet weet. Oh, is er heel waar voor hun ogen? Iets minder last van het licht. Even naar links kijken. Ja. Hey, nog twee. En? Nog één. Met op zijn billen. Daar. En nog een dier. Ja, daar. Nee. Nee. Hier, heel dichtbij. Ja, die kijkt ons heel verschrikt aan. Je denkt, wat is dit nou? En daar zat er nog één. Er staat hier nog een hert inderdaad. Even kijken of er nog meer zijn, want een hert is bijna nooit alleen. En dit is een grote groep, jongens. Dit zijn onze edelherten. Maar kijk, dit zijn allemaal vrouwtjes, want die hebben allemaal niks op hun kopje staan. Dus we moeten weer even op zoek naar het mannetje. Dus er is er eentje hier die een gewei op zijn kopje heeft.
behalve als hij nou in dat laatste uur... Ik zie het. Kijk, in deze hebben we ook allemaal een spiegel op hun billen. Nee, deze is een beetje oranje. Hé, hey, ja, daar is hij met dat gelijk. Kijk eens wat gaaf. Kijk, hij loopt precies een eindje weg. Dat is perfect, want dan staat hij net niet meer in de schaduw van de bus. Oh, kijk nou. Dat is indrukwekkend, of niet? Maar ook dat hele gewei gaat er ergens binnenkort een keertje van afvallen. En groeit weer helemaal opnieuw terug. En binnen een paar weken tijd. Het is bizar. Neergestort. Ja, ja, ik denk dat het... Yes, we zijn er overheen. Dit? Oh, mijn ogen. Ja. Oké. Waar zijn ze, jongens? Lopen de mensen onze bus? Hallo. Hi. Lampen aan. Hier. Ja, hier moet het zitten. Hey, ja, hier ligt inderdaad wel een vliegtuig. En wacht daarvoor. Even kijken. Heer Ogin, zie jij daar die vliegtuig? Ja. Die is van die antistropenpatrouille. Oh. Maar jullie hebben neergestort. Jullie vliegtuig is nou van die jachtluipers. Brandt er nog licht daar? Brandt er nog licht, ja. Ja, er brandt nog wel licht in het vliegtuig. Best wel veel. Oh, echt? Dat is speciaal. Maar dit zou betekenen... Dan moet ik dit gauw eens gaan zien. Oké, nou. Ik denk dat Owen even op onderzoek uitgaat, jongens. Dan kunnen wij in ieder geval verder met het zoeken naar de jachtluipaarden. Links op de weg kijken, ook even rechts. Zie je ergens tussen zitten? Nou, op de water zullen ze niet zitten als het goed is. Dan gaan we weer even focussen op links. Trapje iets lager. Zo. Zijn jachtluipaarden niet zulke hele goede klimmers. Dus we hoeven niet zo hoog in de bomen te schijnen. We moeten vooral op de grond kijken. Maar ze hebben wel een hele goede schutkleur. Een beetje bruinig met van die zwarte stippen. En op die bruine ondergrond met al die bladeren hier valt het natuurlijk helemaal niet op. Dus kunnen ze zich heel goed verstoppen. Dus dat maakt het allemaal wat uitdagend, hè? Naar links.
Nog één keertje naar rechts draaien. De laatste poging. Ja. En anders gaan we op zoek naar de volgende dier. Er is nog één ander ding dat wilde honden ook heel goed kunnen. En dat is graven. Dus af en toe als het alsof het gevaar dreigt of als er slecht weer is of wat dan ook, dan gaan ze in een hol zitten. En die kunnen echt hele diepe holen graven onder de grond. En als ze jongen krijgen, dus als ze allemaal puppy's hebben, dan verstoppen ze die vaak ook in een hol. Want daar is natuurlijk een stukje veiliger. Kijk, je kunt hier links wel een soort van kabel tussen de bomen zien hangen. Een soort van kabelbaan is dat, waar we zo'n vlees aan kunnen hangen. Die hangt net iets te hoog, dus dan moeten ze goed hun best doen om naar buiten te kunnen komen. Kijk, en dit is zo'n voorbeeld van een hol. Zie je dat naast die boom? Heb je allemaal van die boomwortels. Die liggen zo'n beetje boven de grond, lijkt het wel, maar daarnaast rechts een gat. En dat is echt zo'n heel typisch voorbeeld van een hol van een wilde hond. Dus misschien zitten ze daar wel allemaal in. Je hebt een kopje naar buiten. Even een doekje kijken nog. Geachte mensen, oh jee. Ik heb hele goede nieuws. Het is fantastisch. Die stropers zijn gevangen. Ons het Hully. Na weken van zoek hebben ons Hully uiteindelijk te pakken. Rangers het Hully zien lopen op het pad. Het was twee man. Eén met blauwe en ander met gele doeken en verkijker. Twee levensbedreigende stropers die iedereen maar misleidt. Hoe blij is ik dat ons Hully het? Wat een opluchting! Onze stropers zijn gepakt. Gelukkig. Gelukkig dat we ze niet zijn tegengekomen. Dus, kijk eens hier rechts. We moeten in de gaten houden, jongens. Zagen jullie? Oh, in hier. Pas jij op voor die koning van die dieren? Binnenkort zal jij die leeuwen aan die rechterkant zien. Kijk, ik ben benieuwd of Hully wakker is. Oh, wacht. Dit lijkt of die leeuwen op jullie bus zitten. Op ons bus. Langzaam aan, langzaam. Laat mij eens kijken. En? Hoi? Hoi, hallo, zit hier op ons bus? Een ander bus waarin Hully samen zit. Ik was geschokt. Ja, cool. Jullie kan veilig langs die leeuw rijden. Oké, nou we gaan langzaam en veilig als het goed is langs de leeuw rijden. Ja, kijk, hij zit over dat busje denk ik. Even kijken. Ah ja, kijk. Hier, daar zitten ze in en op. Aanlopen, kijk. Precies in het licht van die auto die staat. Dan ziet hij er bijna nog gevaarlijker uit. Komt hij daar nog eentje aan? Kijk, zie je? Komt hij aan? Kijk, er zit ook nog een leeuw binnenin. Er zitten twee leeuwen hier, twee
stalletjes. Dat zijn twee broers van elkaar. Dus dat gaat best wel goed samen. Die kennen elkaar al een hele leven. We zitten heel goed om te bekijken waar je op de camera. Sometimes when you fall asleep, you dream. But today, you'll be a part of this happening. Welcome to Winter Dream.
This was Winter Dream. Thank you for visiting and have a safe trip home.